Over. Maar eerst iets anders, want het is nog anderhalve week en dan is het Pasen. Ja, misschien ga je wel paaseitjes zoeken. Het zou zomaar kunnen. Maar... Het zou zomaar kunnen. Ja, hè, wel ja, goed. Ja, ja, ik vond jou daar al wel een type voor. Je kunt ook gewoon naar de kerk natuurlijk. Traditioneel gezien gaan heel veel mensen met Pasen naar de kerk. Ook als ze misschien al een tijdje niet meer gaan. En de Matthäus Passion, ja, dat is dan voor veel mensen een belangrijk moment. Een moment dat we de afgelopen 2 jaar op veel plekken hebben moeten missen. Vanwege corona natuurlijk. En in Schiedam zijn ze er dus ook heel blij mee dat ze dat vanavond weer kunnen opvoeren. We zijn ontzettend blij dat we hier weer zijn, want nou, je ziet het hier achter mij, het orkest komt binnen, het koor komt binnen en dat heeft 2 jaar stilgelegen, mochten we niet musiceren. Ik ben al 6-7 weken met het koor bezig, met de repetities en dan is het een ontzettend gezellig weerzien, maar ja, samen muziek maken is gewoon het mooiste wat er is. Nou, het is de uitvoering van de Matthäus Passion, dat is het lijden en sterven van Jezus. En ja, Nederland kent een enorme traditie met de uitvoeringen van de Matthäus Passion vooral en ook van de Johannes Passion. Gaat goed daarboven? Er zijn wel meer dan 200 uitvoeringen in Nederland. Dus het is een heel beroemd muziekstuk van Johann Sebastian Bach. En dat wordt ieder jaar weer opgevoerd in de tijd voor Pasen. Hebben jullie hier iets mee? Ja. Wat? Een van de mooiste voorstellingen die ik ooit heb gezien is in de Bergkerk in Deventer. Dat is een van die beroemde Matthäus voorstellingen die er zijn. En mijn ouders zijn dit weekend in de Concertgebouw geweest. Om daar de, noemen ze dan de intieme Matthäus Passion. Dat is met een kleine orkest en oude instrumenten. Dat was ook heel mooi. Ah. En vervolgens kwamen ze bij mij logeren omdat de trein het niet meer deed. Dus nou, helemaal ook wel leuk. Ja, ja. Nou, het kan dus nu op heel veel plekken kunnen.